Ja, vrienden, het debat gezien? Ja, die Plasterk. Ja, die gaf ons even een lesje in hoe je heel achterloos wraak kunt nemen. Ja, dat deed hij gewoon. Op die omzicht. Ja, want hij zei dan van, ja, ik denk niet dat het heel indiscreet is om dit te delen, wat hij ging zeggen. En hij vertelde gewoon dat die omzicht, ja, dat is ongelooflijk ook. Als je het gemist hebt, dan geloof je het gewoon niet. Die omzicht, die vroeg op een gegeven moment aan Plasterk of hij de dienstauto van de informateur mocht hebben. Ja, want die krijgt dan een dienstauto, die Plasterk, voor die periode. Nou, zegt de Plasterk, ja, goed, als jij even snel weg moet. Ja, hij moest even snel weg. Nou, en waar ging die heen? Hij ging met die dienstauto, die omzicht, naar dat hotel Postillon in Den Haag. En daar zag hij dan die drie verslaggevers om te vertellen dat hij ging stoppen met de formatie. Hé, hey, hoe vind je hem? Is dat eventjes, dat zegt zoveel over iemand. Ja, dat is zo van, mag ik even je auto lenen? En je rijdt weg en je gaat in een hotel. Ga je diegene die die auto heeft geleend, ga je zijn vrouw even een beurt geven. En dan lever je keurig de auto weer in. Ja, dat is ongeveer van hetzelfde. Dat is zo, zo verschrikkelijk. En nou, ik kan er bijna geen woorden voor vinden. Dat je niet in de gaten hebt dat dat dus helemaal niet kan. Gewoon. Dat je sociaal zo niet vaardig bent dat je dat dan niet begrijpt. Ja, en die moet dan ons land gaan leiden. En die moet dan dingen gaan gedogen. En die moet... Oh. Maar goed, kom ik terug even op de wraak, vrienden. Ja. Want die omzicht, die vond het nodig om toen het geklapt was, om eventjes Plasterk voor de bus te gooien en te zeggen van ja, het ligt allemaal aan hem. En hij kwam niet met die formulieren, met die papieren over die financiën en noem het allemaal maar op. Ja, dat, ja, en dat is die Plasterk niet vergeten. Nee, die dacht bij zichzelf. Als ik een kansje krijg, dan pak ik hem terug. En dat heeft hij nu gedaan. Ja, 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 ja. Met dit verhaal. Hey, Plasterk, go!